De Baard op je beeldscherm. Welkom en... What the fuck? Yo. Wat yo? Gewoon yo. Wat is je baard? Braaf man. Hoezo? Hoe mensen trainen, weet je, dat kan nog een beetje goed voor de dag komen. Ja, what the fuck? Dat kan toch ook gewoon met baard, weet je, dat is het wel even niet. Je moet een beetje fatsoenlijk voor de dag komen, weet je, een beetje netjes eruit zien. Nou ja. Ja, wat denken jullie? Deze Raymond? Of die halfgebakken babyface? Oké, laat even een reactietje achter, weet je. Zoals jullie weten vind ik altijd leuk, reageer ik altijd op. Wat er voor dit kanaal gaat veranderen. Zoals jullie weten, de thumbnails, het afbeeldingje waar je op kan klikken voordat je de video start, die worden wat zwarter, wat designer. Maakt voor de rest niet uit, maar dan kan je een beetje de nieuwe video's aan herkennen. En ik denk dat je aan mijn gezicht nu ook de nieuwere video's wel kan herkennen. Een paar dingen wil ik kwijt. Ik wil wat meer informatieve video's maken. Dus niet zozeer alleen mijn video's zoals bijvoorbeeld mijn dumbbell serie. Heb ik heel veel werk in gestopt. Heeft me echt een tijd gekost voordat dat helemaal af was. Buiten het scherm om, weet je, moet ik natuurlijk ook de video's maken, even een klein scriptje schrijven, alles bewerken. En het kost heel veel werk, maar dat is eigenlijk niet waar ik dit kanaal om wil laten gaan. Want dat helpt jou niet groter of jou niet sterker te worden. Dat zijn gewoon oefeningen. En dat zijn goede oefeningen. En ik geef instructie bij. Maar dat is niet wat ik wil. Ik wil alleen maar video's maken die jullie helpen groter of sterker te worden. Of natuurlijk afvallen, maar goed, ik hou het voornamelijk bij krachttraining. Maar je kan natuurlijk ook afvallen met krachttraining, etc. Daar komen in de toekomst ook wel weer video's over als ik zelf ga kutten, zeg maar. Dan nog een tweede dingetje. De vlogs, die stop ik op dit moment even. De reden daarvoor. Het leidt heel erg af tijdens het trainen natuurlijk. Nou goed, dat is op zich niet zo'n groot probleem, omdat ik vrij lange rustpauzes heb nu ik zo'n schema volg. Maar ten tweede, ik ben de video's aan het bewerken en heb ik zoiets van... Nou, ze zijn leuk, weet je, vind ik het hartstikke leuk om te doen. Alleen, het is voor jullie alleen maar vermaak, niet echt heel nuttige informatie. Daarbij komt dat ik nou een programma volg waarbij ik maar 3, 4, 5, af en toe 6 oefeningen doe. En dat is eigenlijk vrij saai, want het is iedere week hetzelfde. Dat is het effectiefste programma voor mij op dit moment om sterker te worden. Alleen ja, het effectiefste is niet altijd het leukst om te zien natuurlijk. Dus vandaar, daar switch ik eigenlijk even mee, stop ik even mee. Als ik ooit nog eens een keer wil gaan vloggen, weet je, ik ben niet heel erg zo'n vlogtype, maar zoals ik al eerder had gezegd. Maar als ik ooit nog eens een keer ga vloggen, dan denk ik dat ik dat op een ander kanaal doe. Maar voorlopig hou ik dat even op pauze. Ik wil alleen maar gewoon nuttige informatie op dit kanaal. En dan nog een bijkomende reden met de vlogs. Het bewerken van de vlogs duurt echt heel erg lang. Het kost mij heel veel tijd. En dat is niet erg, weet je, want ik doe het met plezier. Het is hartstikke leuk ook om te doen. Alleen heb ik liever zoiets van... Nou, als ik nou 2 informatieve video's in een week maak... in plaats van 1 informatieve en 1 vlog... Moi, is misschien wel een beter idee. Ik ga nog niks beloven. Ik zal de kanaal header even aanpassen indien nodig. Ik zal sowieso de vlog natuurlijk even weghalen. En misschien dat ik switch naar 2 video's in de week... omdat ik wat meer tijd heb. Maar naast deze video's op YouTube maken en zetten... is dat nu natuurlijk niet het enige wat ik doe. Ik heb een fulltime baan van 40 uur in de week. Ik werk ongeveer van 5 tot 5... En als ik dan om 5 uur thuis ben, dan train ik 's avonds, zie je weer mensen. En daarbij maak ik ook nog deze video's en moet ik ze ook nog bewerken. Dan heb ik nog een soort van vriendengroep die ik moet onderhouden, wat er wel heel erg onder leidt. Maar maakt allemaal niet uit. Het punt is dat ik wat meer tijd heb, zodat ik ook betere video's kan maken. Ik dacht eerst, weet je, ga even met me mee. Ik dacht eerst van, nou laat ik een aantal video's maken, gewoon lekker heel veel, zodat het kanaal snel wordt gevonden. Nou ja. Op zich vinden mensen mijn kanaal wel, maar als het dan geen nuttige informatie is, weet je, waarom zou je dan abonneren? Dat heeft natuurlijk helemaal geen nut. Buiten dat hoef ik helemaal niet het allergrootste kanaal te worden of iets dergelijks. Dat is ook helemaal niet mijn doel. Het enige wat ik wil is mijn passie voor andere mensen helpen. Dat vind ik leuk, weet je. Dat is wat jullie weten, daar leef ik voor, weet je. Dat vind ik echt leuk om, ja, iemand anders te helpen en over die streep te trekken en laten zien van ja, je kan het, weet je. Daar heb ik ben ik dit kanaal voor begonnen. De content, wat komt er nog meer op het kanaal? Ik wil sowieso het squatten, deadliften, overhead pressen, zeg maar de grote 4-5 oefeningen. Dat is hetgene wat ik doe. Dat is hetgene wat zeer effectief is. Natuurlijk voor jullie voortrainen om sterker of gespierder te worden. Daar wil ik nog een soort van serie van maken. De squat video, de eerste is al online. Kom wat meer zeg maar richting die content, zeg maar echt nuttige informatie waar jullie wat aan hebben. Daarbij wil ik ook, als er vragen zijn over iets, weet je, en het is...
fitness gerelateerd. En ik heb zoiets van, nou, jouw vraag vind ik een hele goede vraag. Dat kan ik niet in een kleine reactie typen waarschijnlijk. En zowel dan doe ik dat en zo niet. Dan heb ik zoiets van, nou, weet je, dan bewaar ik hem nog wel even. Dan maak ik er over een aantal weken een video over. Dus als er een vraag is over iets, stel hem alsjeblieft. Laat de reactie achter onder deze video. Onder een andere video, maakt niet uit. Ik lees alle reacties. En echt, als allerlaatste, een klein dingetje. YouTube is natuurlijk verschrikkelijk moeilijk. Dat is heel moeilijk, weet je. Er zijn honderden, wat zeg ik, honderden, duizenden mensen op YouTube iedere dag actief. En je kan niet iedereen tevreden houden. Dat is on- en onmogelijk. Weet je, als ik iemand anders blij maak met informatie, zegt iemand anders van, ah, dat is helemaal niks. Dus er zijn altijd heel veel klassen en heel veel verschillende soorten mensen natuurlijk. En net wat ik zeg, met mijn oude dumbbell serie, een goede serie, maar ik heb daarvan geleerd. Nee, dat is niet exact wat jullie zoeken. En het leuke aan YouTube is dat je zeg maar een progressie van iemand ziet. Mijn allereerste video's volgens mij staan die nog wel op het kanaal. Die laat ik er bewust op staan. Dat is volgens mij onbekende oefeningen voor biceps en triceps, etc. Als je daar de eerste thumbnail, als je daar de foto van kijkt, moet je kijken op mijn afspeellijst. Misschien laat me dat op het scherm zien. Zo verschrikkelijk slecht. Terwijl die video een jaar geleden, ongeveer, misschien een half jaar geleden, op YouTube is gezet. En op dat moment dacht ik, ja, weet je, nou, dat ziet er goed uit. Valt lekker op, daar klikken mensen vast wel op. Nee, het ziet er echt niet uit. Maar op dat moment dacht ik, ah, dat is een goede video. En op dit moment denk ik ook, nou, ik maak nu gewoon redelijk goede video's. En over een jaar denk ik, die video die ik nu aan het opnemen ben, dat ziet er niet uit. Dat ziet er niet uit. Maar goed, daar bestaat het leven uit. Net zoals uit trainen natuurlijk, progressie maken. Alles kleine stapjes bij beter, bij kleine stapjes en kleine stapjes vooruit zetten. En keer op keer beter worden zonder op te geven. Daar gaat het om. Ik dank jullie zoals gewoonlijk weer. En ik zie jullie ook zoals gewoonlijk weer volgende week. Tjallas! Alright, ik weet nog niet helemaal hoe ik dit ga aanpakken. Ik gok aan dat je dat gewoon met een scheerapparaat kan doen. Of moet ik een schaar gebruiken? Huh. Als mijn barbier dit ziet, hij maakt me af. Ik ben even wat foto's nemen, ik ben zo terug. Ik was ook net foto's aan het nemen en ik denk, er zijn best wel wat mensen die ik heb leren kennen dit jaar, een aantal dan, die hebben mij nog nooit zonder baard gezien. Die rekken dat ik gezien, die hebben ze ook zoiets van, what the fuck, ben jij dezelfde persoon? Ik kan ook niet wachten tot de rest van wat alle mensen zeggen natuurlijk, want ik heb er ongeveer iets langer dan een jaar over gedaan. Dus ja, het is best wel vreemd ineens, voor hun. Nou, let's go, andere kant. Maar trouwens niet, denk ik te denken nou. Als nou en ik word aangebeld of zo voor een pakketje, dan ga ik dus echt mooi de deur niet open doen. Iedereen denkt gelijk, wat fuck is dat van me af, Kees? Dachten ze toch wel daar niet van. Maar. Zo, een tijdje geleden. Ik nog wist dat ik moest. Maar kijk. Dat krijg ik dus niet weggespoeld. Alright. Tot zover dus de kanaalupdates. Tot volgende week.